Wait a second. Ik heb natuurlijk met Levi en met Ibi gesproken. Wat nou als ik hun zo ver kan krijgen? Misschien met een beetje cash erbij. Dat ik deze items kan inruilen voor Deagle items. Met wat cash erbij gewoon, hè? Onder de toonbank door van niemand hoeft het te weten. Heb ik het eigenlijk met Deagle? Lever ik bij hun met Deagle in? En die items die zijn ja, bij een gunstor. Ik bedoel, ze kunnen doen, laten, zoeken bij wat ze willen. Ik heb het dan niet. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Mensen, ik heb vandaag goed nieuws en ik heb vandaag slecht nieuws. En heeft natuurlijk met name te maken over de Gunparts en de gang en noem het allemaal maar op. Heb je er vandaag zin in, klik natuurlijk lekker dat duimpje omhoog aan en ben je nieuw, abonneer en welkom. Het goede nieuws is mensen, en dat hebben natuurlijk ook heel veel mensen gisteren in de stream kunnen zien, dat ik inmiddels 2 Gunparts heb en ik zal ze er even bij gaan pakken. Even kijken hoor, die heb ik hier namelijk neergelegd. Nee, wacht, hier? Hier. Ik heb inmiddels een Desert Eagle Grip en ik heb hier ook dus inmiddels een Desert Eagle Magazine. Alleen het probleem echter hierbij is dat dit is alles wat ik tot nu toe heb. Dus de grip en de magazine. Ik mis dus nog de tracker en ik mis nog de loop. In ieder geval, die 2 items mis ik. Nu is het zo dat ik deze items heb gekregen via een bepaalde ja, speurtocht, weet ik het allemaal. In ieder geval via boekjes en weet ik het allemaal. Dit was alleen het laatste boekje wat ik dus kreeg. En dat is een beetje het Pepe-nieuws, zeg maar. Je mist nog 2 delen. Informatie over deze delen zul je zo spoedig mogelijk ontvangen. Hou alles goed in de gaten. Nou is het dus zo dat iemand die heeft dus gezien dat ik hier nou op zoek ben. En die is blijkbaar ermee bezig om mij dingen te leveren. Want heeft allemaal via deze boekjes en dus allemaal aanwijzingen van waar ik naartoe moest gaan en weet ik het allemaal. Alleen het probleem is dus. De tijd. Kijk. Ik heb niet heel veel tijd meer voordat zeg maar, de deadline er is dat zij de gun willen hebben. Ik moet me natuurlijk aan hun bewijzen, right? Ik bedoel, natuurlijk op zich een gang wil ik best bij en weet ik het allemaal. Maar ik moet me natuurlijk bewijzen. Alleen het probleem is dus echter, ik heb geen invloed op die laatste 2 items. Want die kan ik niet zomaar krijgen. Ik moet daar natuurlijk aanwijzingen voor hebben waar ze kunnen zitten. Jij kan elk plot overhoop gaan scheppen en hopen dat er misschien een kist onder zit. Maar snap je dus, het goede nieuws is, ik heb 2 items. Het slechte nieuws is, ik heb bijna geen tijd meer. En als ik geen tijd meer heb en ik heb geen gun, dan heb ik een enorm groot probleem. Want dan wordt die gang natuurlijk enorm boos. Dus nu heb ik een risk it for a biscuit idee bedacht. Wat eigenlijk gewoon kapot dom is om te doen. Maar tegelijkertijd misschien ook wel een redder kan zijn. Kijk, ik heb natuurlijk ingebroken in dat ganghuis. En ik heb gezien, ze hebben er heel erg veel gunparts liggen, weet ik het allemaal. Als ik er nou voor kan zorgen dat ik dus een Desert Eagle loop en een tracker daar uit een kist kan loodsen. En uiteindelijk dus de gunparts heb. En die dan aan hun kan geven. Dan heb ik tenminste een Desert Eagle. Nou is het natuurlijk zo dat ze zullen hoogstwaarschijnlijk natuurlijk merken dat de gunparts weg zijn. Maar wie zegt niet dat een van hun mensen die gunparts heeft weggemoffeld. Of heeft verkocht. Of weet ik het nou. Maar dat een soort van onderlinge, ja, een beetje hè, in die groep komt. Tuurlijk, het kan opvallend zijn van, hey Duffy, je hebt in één keer je gun. Maar aan de andere kant, ik moest er wel voor zorgen. Dus in die zin, ja, dat is in ieder geval het idee wat ik heb om dus in te gaan breken in die gang hideout. Om daar vervolgens die gunparts te jatten. Omdat ik dus niet genoeg tijd heb, denk ik, om de rest te voltooien. Tenzij ik vrij nog wel rondloop en er gebeurt niks. En er komt nog informatie dat ik natuurlijk het kan krijgen. Maar dat is op dit moment mijn enige optie die ik heb. Dus bij hun in te breken om vervolgens 2 gunparts te gaan jatten. En dat te hebben. Tuurlijk dat kan helemaal verkeerd gaan. Maar aan de andere kant, weet je, misschien kan ik hem ook weer eruit bluffen van, ja nee jongens, ik dacht, weet je, ik heb hier al 2 gunparts. Ik heb 2 van jullie gepakt. Want ik wou even testen hoe jullie beveiliging was. Of hoe jullie erop zouden reageren. Of, kijk, weet je, iets in de trend. Kijk, dat ze er niet blij mee gaan zijn. Ja, of course. Ik bedoel, weet je, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, ik test ook hun beveiliging erbij, weet je. Ik laat zien van, jongens, die spullen, als je weet waar ze liggen, ze zijn makkelijk te krijgen. Niemand houdt in de gaten. Of iets in die trend. Maar ik zeg, het is het meest domme, denk ik, wat ik kan doen. Zeker met die gangbroek. Ik heb hun wapens gezien. Ik heb duidelijk gehoord wat ze natuurlijk anders doen als ik niet de spullen lever en dood en weet ik het allemaal. Maar, snap je, dit is hetgene van, oké, mijn leverancier is niet sneller. Het is dom. Het is fucking dom, mensen, I know, maar we gaan het toch doen. We gaan inbreken in de gang, ik wou bijna zeggen gang hideout, gang huis, om zo maar te zeggen. En ik ga er op zoek naar 2 gunparts voor de Desert Eagle. Om op die manier in ieder geval daar zeker van te zijn. De gevolgen daarna, we zullen het wel zien. Misschien vind je het ook wel grappig, weet je wel. Zo van, oké, je hebt wel lef om letterlijk, terwijl we nog niet eens bij jou nog niet eens officieel in de gang hebben, dat soort dingen te doen. Misschien verpest ik het wel helemaal ermee. Misschien zeggen ze, we willen je niet, we nemen je gunparts af en je zoekt hem uit en je vreest maar voor je leven. Het kan op dat moment alle kanten opgaan, maar
ik heb gewoon die gunparts nodig. En ik weet mijn god niet wanneer ik nieuwe aanwijzingen ga krijgen. Misschien loopt het ook allemaal net even anders. Weet je wel, dat ik op tijd de gunparts wel nog ga krijgen. Terwijl we daar Ibi zien. Dat is natuurlijk de eigenaar van de gunstorm met nog iemand. Ik moet niet te veel aandacht wekken, laat ik het zo zeggen. Omdat des te meer mensen mij natuurlijk zien dat ik hier naartoe ga en dat ik loop en weet ik het allemaal. Des te meer natuurlijk ook mensen dingen kunnen zeggen van, hey, ik heb Duffy toen en toe gezien. Kijk, die houdt me ook goed in de gaten. Ik heb Duffy toen en toe gezien. Oh ja, nee, ik heb hem gezien bij jullie huis. Of, snap je? Het is gewoon snel erin, snel eruit. Of als ik de deur dicht heb met mijn boven, dan zie je hem al niet meer. Maar you get what I mean. Even kijken, oké, hier wordt hier niet voor rechts achtervolgd. Nee. Oké, there we go. Goed. De gang house ding. En dat is nog een stukje verder. Oké, dan een klein stukje verder. Ik moet ondertussen toch echt wel een beetje om me heen kijken. Want hè, ik wil niet dat ik natuurlijk gezien word op wie dan ook. Oké, even kijken. Welk grillhuis was het ook alweer? Oh, het was deze. Oké, niet dat daar een keer iemand staat te kijken. Want dat is zeg maar ook een beetje hetgeen. Ik ben bang dat daar zeg maar iemand gaat staan te kijken. Of weet ik het dan, weet je wat? Dat heb ik... ik ga gewoon heel snel naar binnen toe. En als ik binnen ben, gewoon snel naar boven lopen. Gewoon, hoppatee, en doorlopen. Ik check ook niet eens of er eigenlijk iemand beneden is. Dat is helemaal niet slim om te doen, maar goed. Oké, goed. Voor nu ben ik hier veilig. Hier zijn geen ramen. Niemand die mij hier ziet of wat dan ook allemaal. Alleen moeten we nu wel even gaan kijken naar die freaking gunparts. Wait a second. Dit is een token, dit is wiet. Oké, prison coin. Dat is allemaal ook niet heel boeiend. Dit was de Magnum. Oké, goed, ja, dat heb ik ook niet nodig. Maar dit zijn de Desert Eagle... Wait a second, dit zijn alleen maar de magazines? Walter, klok. Wait a second. Waar zijn de Deagle onderdelen? What the fuck? Hebben ze... Of ze hebben het verplaatst, of ze hebben het gebruikt om Deagles te maken. Oh, fuck. Oké, goed. Nu moet ik even heel goed gaan nadenken. Oké. Mijn plan wat ik had valt hier gewoon per direct in duigen. Ik wou dus hier gunparts uithalen zodat ik hier van een hele deal kon maken. Het enige wat hier dus nu nog in zit zijn magazines. Heb ik niks aan. Ik kan wel magazines meegenemen. Heb ik helemaal niks aan. Goed nadenken. Kijk, het goede hieraan is stel ik zou nu een ander wapenpart meenemen... Waarom heb ik daar het belang bij als zij aan mij een Deagle vragen, right? Alleen, waarom zou ik een ander wapenpart willen jatten? Ik bedoel, waarom zou ik bewijs van dit mee willen nemen? Hoewel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ze hebben 7 Glock 19 frames. Zou ze er eentje van missen? En dan is dit geval, mensen, misschien kan ik het ruilen met iemand voor een Deagle. Snap je? Misschien een Deagle frame. I don't know of dat mogelijk is, maar misschien dat kan. En hier bijvoorbeeld, ja, dit is wel ook wel weer jammer. Aan de andere kant, als ik nou ook een Magnum magazijn meeneem, als onderhandel item zeg maar. Want kijk, nu klopt dit precies hoe dit allemaal staat, right? Ik bedoel, dit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hoppatee. Die ene, nou goed. En ja, misschien dat dit zelfs nog eens kan gaan lukken, omdat het valt misschien minder op dat er best wel veel van zijn. Er zijn natuurlijk met veel in de gang, misschien heeft iemand wel een item gepakt, wat ik allemaal. Als ik dit nu meeneem en gewoon even bij me hou en ik ga gewoon even kijken of ik met mensen contact kan of luister. Of misschien, als ik hier maar naar de gunstore ga... Wait a second, ik heb natuurlijk met Levi en met Ibi gesproken. Wat nou als ik hun zo ver kan krijgen? Misschien met een beetje cash erbij, dat ik deze items kan inruilen voor Deagle items. Met wat cash erbij, gewoon hè, onder de toonbank, of niemand hoeft het te weten. Heb ik het eigenlijk met Deagle, lever ik bij hun met Deagle in. En die items die zijn ja bij een gunstok, ik bedoel ze kunnen doen laten zoeken bij wat ze willen. Ik heb het dan niet. Damn, oké. Ik denk dat het niet eens een heel gek idee is. Dan heb ik dus nu deze gunparts, die wil ik dan uiteindelijk dus gaan omwisselen... Voor dus... Oké, ik ga weg hier. Fuck it. Dit plan moet ik gaan uitwerken. Snel naar buiten. Oké, weglopen hier. Dit plan moet ik gaan uitwerken. Want als ik dus nu ervoor ga zorgen... Met dus een lading cash. En ik weet niet wat een lading cash. Misschien 20.000 per item erbij. Of 10.000 misschien per item erbij. Dat ik dan... Misschien is het ook wel gewoon dezelfde waarde. Of 5.000 per item misschien zelfs wel. Dat ik op die manier dan... Deagle parts krijg. Dan lever ik uiteindelijk daarna alle Deagle parts in. Heb ik een Deagle. En dan kan ik aan de gang laten zien, jongens luister hier, jullie zochten deze gun, alsjeblieft, there you go. Nou, duidelijk. En dan volgens kunnen zeggen, ja, maar we missen een Glock 19 frame en we missen een magazijn van een revolver. Ja, oké. Dat zal... Oh, fuck, flipperkast staat hier. Voor de mensen die denken, waarom zeg je fuck, flipperkast is...
Oh shit. Flipperkast is dus een van die eigenaren van dat huis. Fuck. Oké. Okay. Ik kan daar nu niet langs. Is er een manier dat ik over dit hek kan klimmen ergens, alsjeblieft? Oh fuck. Kan ik hier ergens overheen klimmen, jongens? Ergens, please. Misschien via deze lease of zoiets. Is dit een mogelijkheid? Ik ga nu echt gewoon gekke dingen proberen. Hierin. Oké. Okay. En nou kan ik. Als ik hier op kan komen, dan heb ik. Ben ik nu inmiddels hier? Kan ik hier nu doorheen klimmen? Ja, oké, there we go, there we go. Oh, go. Oh, fuck. Oké. Okay. We zijn ontsnapt uit de Black City. Omdat zij de ingang daar bivakeren, bij wijze van. Oké, nou hier eruit. Hop, hop. En kan ik hier overheen? Nice, oké, dan. Oké, hierachter zit de villa-buurt. Dus daarna ben ik daar. Sebi is veilig. Natuurlijk, als ze naar binnen willen, schieten ze wel de sloten kapot. Wat ook allemaal. Maar, hey, hij moet me daar in ieder geval niet zien. Hij moet me natuurlijk nu niet in die freaking Black City zien. Want dan heb ik echt een probleem. Oké, goed. Ik kan dus nu niet naar de gunstore. Het is daar nu too much heat. Ik bedoel, nee, dan moet ik echt in de avond doen wat er kan. Misschien wanneer zij het niet zijn, of weet ik het allemaal. Maar nu in ieder geval niet. Oké, ik ga nu terug naar huis. Ik leg de spullen voor nu veilig weg. En ik ga denk ik eventjes een beetje posten om te kijken of er een moment komt dat ik er naartoe kan. En dan gewoon de dingen te gaan overleggen, want... Oké, dit kan pretty fucked up gaan worden. Goed, veilig thuis hier. Ik heb de kunstparts. Ik ga ze boven de kist leggen. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Oké, deze leggen we hierin. Zo, there we go. Omwisselen. Een deagle ervan maken. En mezelf aangesluiten bij de gang. Voor nu mensen, allemaal. En daarop bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot de volgende keer.